ons echt voor open, hoor. Ik woon hier vlak buiten de burg. Het is misschien 400 meter lopen en dan ben ik hier. Dus, maar ja, je moet zorgen dat je even voldoende personeel om je heen hebt. Maar nou, dat probeer ik altijd aardig te regelen. Dus, maar het is een soort traditie, toch? Ja, nee, maar zolang als ik hier vanaf 91, 92. Ik denk dat ik zo wat 24 jaar al loop het met de schapen hier naar de Vogtendag gaan. Wat is nou het moeilijkste onderweg om die schapen een beetje bij elkaar te houden? Nou ja, kijk, ik heb met een ram liep ik voorop. Maar die schapen die hadden meer benzine in de tank als die ram. Dus ze vlogen voor me uit op slot. Ik heb die ram losgelaten. En toen maar ja, ze moeten ook niet te hard lopen als je lopend hierheen gaat. Want dan de bennenschapen, ze zijn rijk in conditie. Of tenminste knap in conditie. Nou ja, dan komen ze eigen te puffend komen ze hier op de Groene Plaats aan. En dat is ook niet de bedoeling dus. Ja. Ze zijn knap eigenwijs, die schapen. Redelijk, maar ja, dat is vaak zie het karakter van de baas in de dieren terug. Dus. Ze staan allemaal knap in het hok. Ze staan knap in het hok. En nou gaan we nog een klap met de boender geven. Even het laatste vuil eraf werken. Nou, dan gaan we naar huis en gaan we even lekker eten. En ander pakje aan, even douchen, andere kleren aan. En dan gaan we de volgende dag vieren.